Welkom bij Champions Classics, een reeks waarbij wij koelkastsport in het archief van Proximus Pix duiken op zoek naar historische runs van ploegen en spelers in de Champions League. Vandaag gaan we kijken naar de speler die de Champions League heeft toegeëigend. Mr. Champions League, zoals hij soms wordt genoemd, is de topschutter aller tijden met 140 Champions League doelpunten. Hij bezit 5 Champions League-titels en heeft ook het record voor de meeste doelpunten in één campagne, namelijk 17. Hoe Cristiano Ronaldo van een dribbelende winger evolueerde naar een moordende spits, bespreek ik in deze episode van Champions Classics met Brian Suarez-Duarte en Arnaud Leroy. Voor de Spotify-luisteraars en YouTube-kijkers vermeld ik graag even dat je op Pix ook een versie van deze episode terugvindt met beelden en highlights. Ik ga mij vandaag eerst naar Brian Soares Duarte draaien, want hij zegt altijd tegen mij objectiviteit in de show. Wanneer het Barça is, dit. Wanneer het Barça is, dat. Hij heeft mij en Marcus al uitgescholden in de episodes. Maar Brian Soares Duarte, vandaag gaat het over Mr. Champions League, Cristiano Ronaldo. Hoe blij bent jij met deze episode? Super blij, man. Ik was een push. Kijk, ik heb... Kan ga eerlijk zijn, snap je? We mogen episodes uitkiezen. Ik heb voor twee episodes gepusht. Drie episodes gepusht. Eh? Mr. Champions League, eh? Cristiano Ronaldo. Ik wil ook nog mijn Mayonnaise special krijgen. En dan wil ik eh, ook nog een beetje zegevieren op Arsenal, hun uh, losership. Dus dat is de drie dat ik voor push. En dan is er vandaag een tweede reden dat je blij bent, want je zit eindelijk ook met een mede Manchester United-fan aan tafel. Het is moeilijk zoeken in België. kan ga zijn. Het is moeilijk zoeken. Arnaud Leroy. Ja, we zijn zeldzaam inderdaad. <laughs> Hoe is het, man? Alles oké, okay, alles oké okay met jou met is aan vaar snap je behalve dat ik elke keer naast hem zit in deze episodes. Dat is niet maar, waar je nee, zegt voor de episode. Love you. Het is oké, okay. okay. nee niet doen, <laughs> niet hier. <laughs> nee, maar uh, het is wel inderdaad leuk uh, omdat ik altijd dus episodes doe met Real Madrid fans en dan Barça van, hè, want die vind je overal, want hè, succes -supporters. Uiteraard. Maar een echte Damn. fan zoals Arno, ja, dat, dat vind je moeilijk. Uh, en nou, we gaan praten over. Het is niet over Man United, maar ik denk dat wel. Hè, de geboorte van Ronaldo. Wel bij onze clubjes. Um, dus vandaag, man, het gaat een heel leuk episode worden. Ja, ik denk wel dat het belangrijk was ergens om toch United-fans in deze episode te hebben. Omdat, denk ik, het collectieve geheugen, snap je? Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Champions League, dit en dat. Dat is zo fase 2. Maar ik dacht, dit is eigenlijk ook een goed moment om terug even naar fase 1 te gaan. Omdat, het is heel vaak, je bent of Messi-fan geweest of. Ronaldo-fan geweest, je hebt een beetje een keuze gemaakt. Hmm. Maar ook hier terug, zo met de Champions League, door de doelpunten te gaan, te kijken naar eh, United, Ronaldo, besefte ik zo van: ah, ja, ik ben een Messi-fan, maar. Het maar beetje... heeft mijn leven ook gewoon geïmpacteerd. Dat was moeilijk, zeker. En, en ik denk dat er een heel grote uh, misconceptie is rond Ronaldo, want het is uh, ja, hard werken, het is doelpunten. Maar ik denk dat heel veel mensen, en ik denk dat je dat natuurlijk gaat weten, die frivoliteit van hem zijn vergeten. Dat hij mm -hmm. acties kon gaan maken, dribbles waren leuk, assisten. Um, het was heel veel entertainment bij Ronaldo. En wat we nu een beetje kennen, is inderdaad de afwerker, de doelpuntenmachine. maar ik denk dat hij heel veel, en dat zullen we dan zelfs wel zien, uh, want we hebben zijn catalogus van doelpunten kunnen bekijken. Hij heeft zoveel aangeboden aan, aan voetbal, um, dat heel veel mensen dat soms vergeten, en zeker de jongere generatie, want zij zien dan... De laatste deel van Ronaldo. Mm -hmm. Zij vergeten soms van, ah, dat is ook gewoon. Eh, Want nu was dat te over Ronaldo, ja, die werkt super hard, maar eigenlijk was dat ook gewoon een super talent. als Als Messi. Ja, zeker. Messi was gewoon iets meer getalenteerder, maar hij had ook wel bakken aan talent. Mm -hmm. En ik denk dat het wel belangrijk is in deze episode om dat wel te gaan uh, aanhalen. Arno, yes. ik weet dat jij fan van United bent geworden net voordat Ronaldo eh, toekomt, voordat de young boy toekomt in United. Maar kunt jij je dat nog herinneren, zo die beginjaren? Wat hij nu een beetje beschrijft, zo die Cristiano bij United. Wat was dan naar te kijken, weet je? Ah, ja, 100%. Toen ik je in de auto naar hier zat, heb ik er zelf ook zo nog over nagedacht. Ja. Wat, wat zijn mijn herinneringen van Ronaldo bij United? En ik herinner mij zijn debuutmatch eigenlijk perfect. Hij valt in, denk ik denk wel 70, 80ste minuut. Bolton, ze staan op dat moment 2 of 3-0 voor. En United had Bolton gewoon helemaal kapot gespeeld op dat moment. En dan zegt Ferguson. Nu gaan we zo nog extra pijn doen. We gaan er Jongboy opknallen. En wat je daar laat zien, dat is elke, elke keer dat hij de bal krijgt hij kon die deep halen. Het was gewoon één actie, bam, man mm. voorbij. Alles ging rechtstreeks naar doel. Dus daar zag je eigenlijk wel al die, die mentaliteit dat hij had, dat je, dat je later dan bij, bij Madrid echt ziet ontwikkelen naar dat doelpuntmachine uh, ja, dat hij geworden is. Maar daar zie je eigenlijk al zijn, zijn, zijn diepgang en zijn, zijn zin om naar doel te gaan. Wat je daar heeft laten zien, voor mij dat was. Ik was op dat moment zeven jaar of zo. En ik besefte eigenlijk, op dat moment van dit kan de beste speler ter wereld worden. Als 6, zevenjarige dat beseffen, is echt, echt gestoord. want Zeker omdat ik Roy Keane zeg reageren op een bepaalde manier. <laughs> die, die haat iedereen. Ja. En hij ja. deed gewoon zijn ding en hij liet hem doen. Ik had zoiets van. Ja. Dat is niet wat je normaal van hem gewoon Als Je Roy dat toelaat. ja en, en het verhaal van hoe hij is toegekomen ook. Hè? Ja, mm. ik wou het ook net daarover hebben, denk je. Maar je Neem het maar mee zo. Uh, well, uh, ja, ze spelen da daarvoor een oefenmatch tegen Sporting Portugal. Sporting, ja. ja, inderdaad. ja, uh, ja Sporting, ja, Sporting, Sporting het... Lisbon, ja. Ja, Sporting ja, Portugal. Ja, ja. Ja, ja. Um, met mijn ja, kennis, ja, ja, Met mijn kennis. Ja, 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 ja. niet, niet die Andy. Dat nee, nee. <laughs> is, is een grap. En uh, hij speelt daar, ik denk, wel Gary Neville gewoon compleet in de vernieling. En uh, ze gaan met vier, vijf spelers op het uh, vlieg, vliegtuig terug naar, uh, naar Ferguson en zeggen: Van zou je die, die misschien niet eens kopen? Uh, en het mooiste aan het hele verhaal vind ik, we hebben die gewoon gepikt van onder Arsenal in de neus. Dat maakt mij echt zo gelukkig. <laughs> ja. En dan komt dat natuurlijk aan bij United. En zeker die eerste fase van Ronaldo was het een beetje zien. Um, er zat nog heel veel ruwheid in zijn spel. Mm -hmm. het, was, het was heel veel actie soms. Um, soms een beetje te veel denken aan de actie. Maar je ziet wel inderdaad, zoals Arno zei, van, dat was een bepaalde um, richting naar doel. Voorzetten ook Wat hij in het begin heel veel deed in zijn carrière. Um, het was gewoon echt een, 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 ja, een luxe speel om te gaan hebben want ja, wat we vaak klagen over voetbal het is te weinig entertainment haat hij wel maar yeah. hij wist ook wel uiteindelijk van ik moet wel met doelpuntje meepikken want inderdaad je hebt speel zoals Keane in de selectie die daar zijn maar je hebt ook gewoon een Ferguson die wel ergens begrijpt van de fans moeten entertained worden maar ook wel oké okay, we moeten wel resultaat gaan halen want de leukste vorm van entertainment is uiteindelijk wel wedstrijden winnen en dan heb je met Ronaldo iemand die dat denk ik perfect heeft kunnen doen en dan is er op een punt in zijn carrière jammer genoeg een bestuur geweest dat hem een beetje weg moeten trekken naar, 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 dat, naar, naar een ander soort spel. Maar en dan zullen we dan zelfs wel zien: je ziet die evolutie wel van Oké, okay, van skiller naar iemand die iedereen kapot kan maken. één op één van mm -hmm. oké, okay, maar hoe kan ik je kapot maken met nee. doelpunten, kopbaldoelpunten, vrije trappen. En dat is ook Ronaldo. Hij heeft alles. Penalty's. Want Pinaldo wordt vaak genoemd, Ronaldo wordt ook vaak genoemd. Maar je moet ze scoren. Van vrije trappen. Jammer genoeg, de laatste paar jaar een beetje minder, maar hij heeft dat ook. Afstandsschoten, links, en rechts. Echt, een, als, je zegt, als we zeggen, catalogus: mm. hij heeft alles. Alles. Mijn ding is, terug in research, en ik, heb dat vaker, ik zeg dat ook vaker: van, er is altijd wel iets in je research als je een episode voorbereidt waarvan je verschiet. Dat je denkt, oh, jullie zeker. Mm. <laughs> ik ga even gaan deftig opzoeken. En bij mij was het, ja, uiteraard, hij heeft 140 doelpunten in de Champions League. Slaat nergens op. Mm. Dat is. Dat is Crazy. Maar hij scoort zijn eerste Champions League doelpunt Daad. pas in zijn 27ste Champions League wedstrijd. Mm -hmm. En dan besef ik van. Dus al die shit is daarna begonnen. Mm -hmm. That's crazy. En dan twee, drie jaar, wat is het 16, Op minimum 16 doelpunten gaat in, in de Champions League. Ja, want hij scoort twee keer 17. Ja, 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 16, 17, 16. Ja. Wat hij allemaal heeft gedaan en, en ik denk de impact die hij heeft gehad op heel veel voetballers. Maar ook gewoon uh, lifestyle, mijn mm. en al die dingen daar. Ja, Ronaldo was het complete plaatje. Uh, ja, je kunt je dat ik, ik denk, blijven met dit. Ja, nee, maar, happy man. En het is daarover dat ik het wil hebben voordat we gaan kijken naar beelden en de doelpunten en al die dingen. Is, en het is daarom dat ik het belangrijk vond om ook zo United Ronaldo zeker te vermelden. Want de impact van de jonge Cristiano Ronaldo op onze leeftijdscategorie. Snap je zo? Mm -hmm op onze generatie is immens en ik was ook naar die beelden aan het kijken en ik heb zo tegen mezelf ook moeten zo toegeven van ik heb ook gewoon met Mercurials gespeeld Tuurlijk. zo zo snapt je zo de Mercurials de Pauls bandjes mm -hmm. um, je draait in de short maar niet in de short niet helemaal ja, ja, ja ik was echt zo aan het denken van weet jij hoeveel boys dat ik ken waarvan wij zo gestapt op een veld en het eerste was zo ah as the ja <laughs> Iedereen rookte <laughs> ook nummer 7. Het was nummer 7, nummer 10, maar heel veel was Nummer 7. Um, ik denk ook als je naar school ging. Ja, we zijn het ook in de, de Barcelona-episode. Maar ja, je komt met Mercurius naar school, want hè, je denkt je bent mm -hmm. Ronaldo. Ik ook. En, en mijn moeder en een baan. Ik heb elke, elke paar schoenen die mm -hmm. Maar Ronaldo heb ik gekocht. Die rozen, die allereerste Vapors. Ik heb de Galaxies gekocht. Ik heb elke Ronaldo-schoen die uitkwam gekocht. Omdat, ja, Ronaldo deed dat, dus je moest dat ook doen. En je mm -hmm. dacht van oké. Okay, en denk dat waar dat je de, de piek van van Aldo kunt zien is wanneer iedereen ging werken op knokkelbols. Wanneer iedereen ging ja. zeggen, ik wil ook een knokkelbol kunnen gaan trappen, eh, die dus pap hoe leggen, erop trappen en dan met je benen een bepaalde zwaai maken. Dat is voor mij denk ik, dat was echt op een bepaald moment, uh, hoe noem je dat, uh, niet een hype, maar uh, een secte. Ja, alles, ja. Was we we alles, alles was Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. En, en uh. inderdaad, je hebt natuurlijk hè, de twee. je hebt veel, veel mensen die dan voor Messi gingen gaan voor uh, de uh, de L50's of de F50s. F50's of 50's? 50's. En dan had je natuurlijk ja, de Ronaldo dan met de hele muk. En dat was ook wel een, een mooie strijd tussen Adidas en Nike. Ja, het was alles. Dat, was, dat was alles. Alles klopte. En, perfect, en Barca man. is Nike, Real is Adidas. Het klopte gewoon zo die hele jaren. Mm -hmm. Maar ik wil het ook aan u vragen: zo van, kunt jij je dat herinneren wat dat voor u was zo de hele. Ronaldo impact op, op een jonge Arno. Gij ging gaan voetballen. snap je? zo? Ik, uh, ik was op dat moment um, even gestopt met voetballen. Dus okay. Ik was net van tennis teruggekeerd naar het voetbal. Mijn eerste paar schoenen die ik heb gekocht. waren effectief die witte met die, uh, met die roze heel. Ja. Dus um, ja, ik moest absoluut Nike's hebben. Want ja, voor mij, uh, no way dat ik in dat ging. Uh, <laughs> echt nooit, uh, nooit aangenaam gevonden. En dan daarna ja, zag ik. Moet je een keuze gaan maken en je ziet van: bon, ik kan nu gaan kiezen tussen. Wees allemaal, ik denk Iniesta dat ook onder Nike kies had. Dus ja, ja. meer van die oh, controles en dergelijke. Ja. Ik dacht van: Nou, no, no way. Nou, ik ben echt. Uh, ja, ik was ook de, de, de persoon die veel op de veldjes ging voetballen en zo. Mm. Dus voor mij, ja, de persoon waar ik me het meest mee kon relaten, was Ronaldo vanwege die, die frivole speelstijl. ja ja op dat moment ja je wilt ook Ronaldo wanen, uiteindelijk dus. maar, maar dat is het grappige hè? want eh, wat jij nu zei over Adidas en zo ik heb echt denk ik ben pas vanaf met u Adidas gaan gaan doen <laughs> want ik zei nee Ronaldo is Nike dus ik ben Team Nike voor Nike. ik ben Nike. met hem ik ben Nike en inderdaad je had, hè, je had Tiempo's. Uh, later is het ja, Magistas geworden oh, en okay. zo Je had je Mercurials um, ja dan had je... Hoe oh, noem je die schoenen nu weer Dan had je Hyperverbs je had heel veel verschillende maar dus ja die die Mercury was echt van, ah, dat is Ronaldo. En, ja. en ah, als die schoen, denk ik, doorgetrokken naar later toe. Nu, dat is Ronaldo bij United. Mm -hmm. Hij wint een Champions League. Hij ja. verliest een Champions League. Ballon d'Or, toch door. Ballon d'Or ook. Dus hij heeft eigenlijk al bewezen van, ik ben samen met die andere guy daar, wij zijn de twee beste. Mm -hmm. Maar je hebt dan de move dat iedereen eigenlijk wist dat dat ooit ging gebeuren. En dat was een beetje voorbestemd. En hij vertrekt naar Madrid. En daar verandert het voetballandschap. En na een aantal jaren verandert hij ook in de Cristiano Ronaldo, waar je het daarnet dan over hebt. Wat de meeste mensen nu nog in hun hoofd hebben. Zo de absolute killer. Linkervoet, rechtervoet, oksel. <laughs> ik bedoel, is ja. Zo, ja. Ik bedoel, er is geen manier waarop hij niet scoort. Weet je? Ja. En in dat ding was ons idee van... ja, Kunnen we dat in kaart brengen of kunnen we dat gaan checken? En daar kwam Brian naar mij toe en hij zei van... Kijk, ik wil daar mijn analyse gooien. Ja. En ik wil daar eerst van u... Graag horen van waarom wou jij al die verschillende manieren toelichten? Wat was je denkpatroon? Wat was het idee erachter? Nee, omdat je, je kan makkelijk, denk ik, Ronaldo zijn, zijn doelpunten pakken, club per club. Of je kan doen uh, stijl per stijl. En ik ben gegaan voor verschillende stijlen, uh, op verschillende momenten. Um, ik ben gegaan voor lange afstandsschoten, uh, ik ben gegaan voor uh, binnentickers. Ik ben gegaan voor heel veel verschillende dingen, omdat dat gewoon denk ik, aantoont uh, wat hij allemaal kan. En ik heb dan zelfs assisten nog niet eens bijgepakt. Mm -hmm. Um, gewoon om te laten zien van, oké, okay, de evolutie zie je wel doorgaans. En je gaat een aantal afstandsschoten zien bij Real Madrid, je gaat een aantal afstandsschoten zien bij, bij, bij United. Maar dat je gewoon ook een beetje de samenvatting krijgt van, dit is Ronaldo. Um, en dat, dus daarvoor heb ik ook gekozen om dus die doelpunten echt te gaan opsplitsen per stijl eigenlijk, um, om het een beetje wat makkelijker te gaan houden. Want als je dan steeds tussendoor gaat moeten gaan, ga je soms een beetje wat je kluts kwijt zijn. Maar ik denk, stijl per stijl, dat dat veel leuker zijn. En ik denk ook, het goede bij die beelden is... Dat je dan ook weer beseft van, het is niet dat hij een volledige switch heeft gemaakt in zijn carrière, bij Real. Nee. Het is meer dat hij bepaalde dingen vaker is gaan doen en bepaalde dingen minder is gaan doen. Maar eigenlijk deed hij alles al bij United. Dat was mijn eerste besef. Eigenlijk deed hij al die shit al bij ja, United. Maar hij is dan gewoon maaltien gaan doen. Hij heeft ja. gewoon exponent maaltien gedaan en die heeft daar gewoon kunnen uitbuiten. Uh, en, en ja, hij is een killer geworden van, naar, tot het recht van vandaag. Dat is gewoon, en nog steeds eigenlijk. Hè. Nog steeds blijft hij het doen. Um, dus vandaar een beetje de beelden, maar je mocht dan misschien naar de eerste uh, beelden gaan. Waar we een beetje gaan kijken naar uh, de, de penalties van uh, Ronaldo, want die waren denk ik ook belangrijk. Uh, omdat je met Ronaldo altijd wel, je hebt een aantal secures. Je wist met Ronaldo, zeker bij United, vrije trap, hij gaat die misschien scoren. Penalties, hij gaat die misschien scoren. Dus er waren een aantal secures en ik denk, ja, welk moment pak je dan als eerste? En dat is denk ik, uh, ja, deze ja, hij scoort dan uh, dat, dat kopbaldoelpunt in de wedstrijd, maar dan krijgt hij een penalty in die penaltyfase. en ik denk natuurlijk, ah ja, oké, okay, want uh, Ronaldo komt uh, neemt die aanloop mm. en hij mist. en daarna ik denk ik dat Anderson was die ook een penalty miste. dus we misten twee wel. penalties en ik was zo van, ah, oei, snap je? en dan gaan natuurlijk alle schijnwerpers een beetje gericht worden op Ronaldo. maar hij scoort dus alle twee eigenlijk. en dan natuurlijk pakt hij dat. maar is dat die daar gestart misschien? De... zo het, het, het... Psychopathische, ik ga nooit meer een penalty missen. Want is... hij is Ronaldo wel zo. Maar hij miste ja, eigenlijk niet zoveel. Dus... Nee, dat ik is, dat is nog... de laatste keer ik me echt levendig kan herinneren van hem. Dat hij heeft gemist hè? Ja. ja, ik kan me ook niet meteen herinneren dat die hij een heeft gemist. Maar daarom, ik denk wel dat hij nog heeft gemist. Maar daarom, ja, omdat, omdat dat op een superbelangrijk moment was. Mm. Dat is wel zo het typerend aan, Christian. Dat zo... heeft, ja, dat is daarna niet meer gebeurd. Ik denk ik het zo, als, die, als een, hij iets fout doet, gaat hij de rest van zijn vrije tijd spenderen aan het. Ik doe dit nooit meer fout. Nee, nou, je hebt van die vrouwen, van, van Patrice en vrouwen, waar dat ze zeiden van, oh, ik, ging, ik ging met Cristiano mee. Ik dacht van, gaan gezellig een gezellige namiddag worden of zo. Nee, die je... is gewoon na twee uur vertrokken. <laughs> van, die kerel sport niet. Dat was ah, nu vis eten, daarna in het bubbelbad en gewoon pingpongen. Dit. Oh. Ja, maar dus ik denk dat zijn hele ding is, als hij, hij tegen jou zegt van, ah, boys, gaan wij het doen vandaag? Hij bedoelt gym, hè? Ja, maar dat yeah. is... Maar dat is want ja. er, er komen <laughs> heel veel quotes buiten. En, en om dan aan te sluiten, Mourinho um, kwam met een quote naar buiten en zei van, ja... De penaltyfase dan, want de tweede penalty die ik aan het dat hij heeft gemist, was voor Real Madrid tegen denk Bayern München in de halve finale van de Champions League, dat hij eentje had gemist, mm. uh, en dat dus Ronaldo, uh, ze kwamen dan terug in Spanje en, en de manager van Ronaldo, Mendes, had dan Mourinho gebeld en gezegd van, ah, die jongen is echt kapot ervan, je moet hem gaan zien en Mourinho zei ja, ik ben ook kapot, maar ze zijn daarna toch wel gegaan, maar ook wel dat het aantoont en toen was het ja, de de quest naar een nieuwe Champions League winnen. Um, hoeveel dat het hem ook wel doet, en ook hoeveel hij erin uh, steekt natuurlijk. Ja. Uh, de extra momenten uh, om te gaan zien, om toch wel zeker ervoor um, ja, te gaan zorgen dat hij wel op optimale niveau is. Denk maar je hebt, het over, uh, je hebt het daar net over dat kopbaldoelpunt gehad? Ja. Uh, in de finale? Ah, deze was magnifiek. De dit is magnifiek. <laughs> Weet je wat het ding is? Want ik heb deze wedstrijd samen gekeken met mijn broer. Tegen Roma. Dat was die uh, 7-1 of 7-0. Mooiste reactie. Hey, je moet nu want je, 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 moet, je, moet, je moet zien van waar dat die jongen komt. Heel weinig atleten over alle sporten heen waarbij ik dat ooit heb gezien, die hangt En, als, ja. en als, je, als ik aan twee spelers denk op dit moment, of aan twee atleten denk, heb je Michael Jordan en de tweede is, denk ik, John Morant. Dat zo echt het gevoel hebben dat, dat je bent aan het floaten en dat, zijn dat, dat is een basketbal. Maar dat is voor basketten, ja, ja, ja. dat is niet voor voetballers. Het is daarom, het dat is niet de. Dit, dit. Dit was niet de bedoeling in voetbal. Hè? Nee, nee, Niemand nee, nee. heeft daar gezegd: nee. van dat moet je kunnen. Niemand kan, ja, inderdaad. En, en hier die, ook weer die een, just, een Die, die had voetbal kunnen spelen op topniveau. Hè? Dus <laughs> stel je dus... <u> voor. <laughs> dat slaat <laughs> nergens op. hè Stel je voor. Ah, Cristiano, man. En dan, dat is een van mijn favoriete beelden die hij heeft gekozen: deze. Dat zijn de vrijtrappen. trappen. Denk, uh, dit was ook een van zijn uh, eerste vrijtrappen. Tegen de Almunia, denk ik. Echt, dat het, is. Ding, het ding met Cristiano nee, Pando, dat is nog niet deze. dat is nog niet deze. Nee, nee, nee. Want dat is in een blauw shirt, hè? Ah ja, yes. ja, dat ja. Echt ja. fans. Dat is die dat is de op de muur. Ja. Nee, ik denk dat deze uh, tegen Sporting is. Dat maar ik de, de hoek trapt. met Cristiano Ronaldo vrij trappen Er is lang benter geweest, vooral op het einde van de carrière. Maar was, maar zo, Messi begon ze te scoren, Ronaldo begon ze te missen. Dus voor Messi-fans was dat, dat was echt een goede periode, snap mm. je? Maar dat is terug, en waarom is deze episode goed zo? We moeten niet vergeten, <laughs> die man heeft echt. Goals gescoord. Nee, maar, je moet, maar je, moet, je, moet, je moet, kijken hoe dat die bal beweegt. Ja, maar dit is perfect, hè? Ja, nog een de bal draait een beetje, valt super snel, ja, super hard. Daar, daar doen we een beetje denken aan Juninho als hij, als hij op die manier trok. Ja, doe niet op een Ja, jawel ja, ja, man. man. Dat hij zo zakt een beetje. Die, die zijn beste door, want ik denk dat dat tegen Portsmouth was. Yeah. Ja, ik denk dat dat unaniem de beste. Maar dat video. zijn natuurlijk geen Champions League beelden. Ah, pas op, nee. Die op de was het EK tegen Spanje of WK ah, die tegen Spanje. die Spanien? was ook goed. Oh, die, die maar dat is, is het moment ook. Ja. Snap je, dat is zo de vrije trap zelf, maar dat is ook zo, die staan, snap je, ze staan achter. Hij moet 3-3 doen, ze moeten gelijk spelen. En dat is een periode ook waar, dat is zo die periode waar iedereen zegt Cristiano scoort geen vrije trappen meer. Ja. Dus dat is echt op seizoen en niemand gelooft dat hij gaat scoren. Maar, maar hij is Cristiano Ronaldo. Maar wat mij een beetje irriteert is, zeker in die wedstrijd tegen Spanje, eh, dat speelt altijd wel Portugal-Spanje. Spanje heeft ook Portugal een aantal keer uitgeschakeld, maar ook het, het feit van voor die wedstrijd past hij zijn traptechniek aan. En ja. gaat hij krullen twee ja. keer. Want normaal is hij altijd knock -ball en een paar keer in de muur. Hij is koppig. Ja, maar het feit dat hij toen zei van, ah, ik ga hem krullen, toont wel aan zo van, oké. Okay, dat als is het bewijs dat hij het weet. Ja, als het moment daar is, kan ik, kan ik hem wel aanpassen. Ik vond dat ook zo, die vrijtrap, trap, dat was echt het bewijs van, ah, ik weet dat die, die oude techniek niet meer werkt, maar ik ben zo koppig dat ik wil bewijzen dat het nog werkt, ja. dat ik het blijf doen. Inderdaad. Dan gaan we hier verder naar, uh, ik denk, uh, weekfoot. Weekfoot, inderdaad. Meest, uh, speler met de meeste doelpunten met zijn slechte voet. Ja, maar hij heeft geen slechte voet. Nee, maar, <laughs> dus, <laughs> dus, nee, maar het is belachelijk. Maar Met zijn, zijn, zijn rechtse voet, de meeste doelpunten aller tijden. Met de rechtervoet. Met de slechte voet van een persoon, de meeste doelpunten aller tijden. Met de kop, de meeste, meeste doelpunten aller tijden. Hij ja, dat, dat, heeft geen slechte kop, geen slechte voet, hef, hef geen slechte iets. Ah, Hij is een perfecte speler. Man. Ik vind het echt jammer. Man. Zijn celebration is een beetje geworden, wat de, wat de RKO is geworden. Snap je? Iedereen op de speelplaats, zoals <laughs> ze de RKO aan doen. Mm -hmm. En niemand wist van waar dat ding kwam. Maar de su... Ik was... denk dat het zelfs groter is geworden dan, dan al die zaken. Ik, ik denk niet dat er een atleet is die, die een, een, een soort van gimmick, mm -hmm. gestu heeft of zo, dat groter is dan wat Cristiano heeft gedaan. Dat bestaat niet. Ah, deze is... Uh... Nu komen we in de... de enige punt dat je ooit tegen Porto gescoord hebt. En, en maar het, ik, weet niet, ik heb die wedstrijd opnieuw willen gaan bekijken, maar ik ga het eens aan u vragen. Ik dat hij dat twee keer heeft geprobeerd en dat het de eerste keer... Dat, dat, dat is denk het zo. Ja, ja, want ik, het zo. Ik, heb, ik heb zitten zoeken, maar ik kan de full game niet meer vinden. Nee, ah, nee. Maar ik kan me herinneren, van gewoon uit core memory van als ik als kind was, hij had dit schot ervoor uh, geprobeerd, twee, drie minuten ervoor, hm. net daarnaast. Maar ik was het roepen in die wedstrijd, van, want dat was niet zo top tegen Porto. Ik was aan het roepen van doe een beetje normaal, snap je? Maar dan deze komt en dan mag je het afspelen, Alex. Ik was ook aan het zoeken naar wanneer is hij Mr. Champions League geworden Maar dat is hij altijd een beetje geweest. Hè? Ik denk zeker grote momenten voor United. En daar start het voor hem. Was maar heeft hij, hij alwezig... de ben allemaal bij United? Nee. Nee, nee daar nog, nog, nog niet. Maar hij heeft wel al een, een stap gezet, denk ik. Scoren in de finale van een Champions League. Scoren in de finale van een Champions League. Um, ik denk enkel met het mister van de penalty dat hij daar een beetje heeft, 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 zichzelf een beetje heeft in de voet geschoten. Maar daarna ook, in het begin met Real Madrid, ook toen hij het nummer 9 had, was het ook wel wat moeilijker. Maar ik denk, en ik ga het misschien daar kritisch moeten geven aan Mourinho, heeft hij wel een bepaalde killerinstinct gaan ontwikkelen. Als onder... dus hij hem in de spits heeft gezet. Ja, hij zet hem in de spits. Hij zegt: Oké, okay, je moet meer gaan denken aan productiviteit. En daarna zie je wel topwedstrijden Van Aldo, ja, die scoort 4 tegen Bayern München, Ja, bedoel. <laughs> daar dat dat, dat, dat horen we, we spraken in een van de vorige episodes over vier keer scoren in een Champions league wedstrijd is al een beetje ongezien. Nee, ja. Vier uit van één man is ook ongezien. Mm -hmm. en, en ja, die blijft dat denk ik gewoon verder uitbuiten naar dit punt. En dan gaan we kijken naar de tap van Ronaldo. Want ja, dat is ook een deel van Cristiano. En dan maar is dan, dat misschien meer het killer-instinct? Het is meer de movement voor het doel. Hè? Want iedereen zegt altijd: van ja, je kan ook 20.000 tap scoren. maar ja, je moet er wel geraken. En het is vaak met één of twee of drie vooracties zelfs dat hij daar geraakt. En hier zie je ook, ja, met Madrid nu. Uh, gaat hij meer in het centrum gaan bewegen? Okay, als je nu gaat kijken, er zijn nu meer spitsen die longevity, eh, longevity ook beginnen te hebben. Lewandowski, Benzema. Hm. Er zijn nog wel een aantal dat, dat, waar je ziet dat eigenlijk hun prime pas begint op het moment dat ze 30 zijn. Terwijl normaal voor een aanvallende speler die ligt rond je 4, 25 ergens. Ja. Ik denk dat hij de blueprint heeft gegeven aan al die mensen. Hè? Als je gaat kijken, de bewegingen, de manier van analyseren van waar, waar gaan een verdediger terechtkomen, waar komt die bal. Wat is de ideale positie om, om daar te staan? Er zijn heel weinig mensen die dat kunnen. Maar ik denk wel dat hij de bloedprint eigenlijk aan iedereen heeft gegeven, heel veel uh, Ronaldo beeldjes gaan bekijken op hoe moet je positioneren, hoe moet je afwerken. En ik denk ook wel dat ik makkelijk kan zeggen dat hij misschien de beste of een van de beste afwerkers is dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Want het was ook altijd wel de zuivere balcontacten, mm. zuivere bal raken, zuivere vollies, zuivere doelpunten maken. Uh, en dan gaan we kijken hier naar zijn uh, laatste. Ik heb dit uh, gecasseerd onder specials. Ja. En ja. ik was blij toen ik dat zag, want ik dacht: ah, we hebben eigenlijk alles al gehad qua beelden, maar specials. Dat zijn die... Dit zijn de unieke. Dit zijn, dit zijn de beste. Dus we hebben al een doelpuntje zien van 40 meter, en ik heb dat gewoon gecasseerd onder long distance. Ja, dat was mijn. Nu <laughs> weer bij de specials. <laughs> we hebben nu net gezien, hè? zoveel verschillende doelpunten. Ik kon er nog 10, 20 bij toevoegen, maar uiteindelijk. Is dit nog maar een klein beeld? Dus dan zeg ik naar de kijkers toe: van, ja, ga eens een keer op YouTube en kijk eens gewoon eens al die doelpunten. En dan ga je zien hoeveel impact dat heeft gehad um, op mensen. Van schoenen naar stijl naar. Ik heb Ronaldo een horloge, ik heb gewoon een aldo onderbroekje gehad. Ik heb heel veel verschillende dingen van Ronaldo gewoon uh, verzameld. Gewoon puur omdat is. Ja, ik ben verliefd gewoon op een voetballer. En, en dat heeft me op heel veel andere manieren geïmpacteerd. En dat is dan dus ah, met wedstrijden, mm. maar ook gewoon met lifestyle, celebrations. Ik denk twee van, die drie uh, twee van de drie celebrations dat we net hebben gezien, zien we ook op FIFA elk jaar verschijnen. Uh, de laatste dat hij dan zo doet. Zie, nu is het. Uh, slapen celebration. Hij heeft gewoon heel veel verschillende dingen, denk ik, toegevoegd aan die game. En ik vind het dan jammer. Um, ik begrijp dat je een voorkeur hebt, Missy Ronaldo. Ik heb dat ook gehad. Ik heb ook jarenlang oorlog zitten voeren naar de Missy Fans als normaal. Mm -hmm. Maar op een bepaald moment moet je gewoon. Volwassen worden en zeggen van: Beide zijn great in wat ze doen. En ze hebben great moments gegeven. En zelfs als jij nu ook zegt van: Ik ben als missie van gaan roepen voor een Ronaldo, doelpunt. Moet! Dat is uiteindelijk waar we over voetbal kijken. We willen die entertainment hebben. En ik denk ja. dat heel veel mensen dat soms zijn vergeten. En ik denk dat heel veel mensen die, jonge Ronaldo, die daarmee net het was aan het broeien, hm. zijn vergeten. En ik denk, omdat we het daarnet hadden over impact, maar ik wil het nu nog eens hebben over impact. Als ik denk aan de bijna Mr. Champions League, ben ik ook een beetje gaan beseffen en mij gaan herinneren van. En ik denk dat dat nu voor, voor jongeren heel anders is. Maar voor ons was het zo: heel vaak, wij zagen niet alle competities. Wij konden niet alles checken. Wij keken naar samenvattingen, match of the day, om zo wat Premier League ja. te zien en zo. Maar de enige volledige matchen dat we echt konden zien van deze spelers, was de Champions League. Ja, klopt. En als ik dan moet gaan denken naar waarom noemen ze hem Mr. Champions League, ja, hij en Messi, maar hij misschien iets meer, ga ik soms moeten toegeven van, hij was echt de reden waarom jij dinsdag en woensdag zei van, hé, hey, ik moet de Champions League zien, want hij scoort er in het weekend altijd vier en vijf en die andere guy doet dat ook, ik wil dat zien. En dan is het nog eens met Real Madrid en al die zaken, dat is super aantrekkelijk, maar dat was eigenlijk bij United al, dat je zoiets had van, ja, ik moet dat zien, toch? Ja, absoluut. Ja, must-see tv, die kerel. Ik ben, ben ja, als ik zo naar terugkijk, eigenlijk een beetje ja, nostalgisch van het <laughs> gezicht. Ja, terug uh... Ja, ik, ik zat, zat hier in de auto, um, onderweg naar hier, en ik was eigenlijk aan het denken, is Cristiano Ronaldo mijn favoriete speler aller tijden? Ja. En ik kon er op dat moment geen antwoord op geven. Nu kan ik dat wel. Ja. Ik, was, ik was aan het denken, wie zijn spelers dat ik, waar ik heel van op van heb gehouden, dan is Nironaldo zijn. Hm. Ruud van Nistelrooy was mijn eerste grote idool. Ricardo Charisma vond ik fantastisch. Het is jammer genoeg niet van geworden wat we gehoopt hadden. Maar Charisma, dat zijn zo'n spelers, dat is meer een crush dan een vriendin. Snap je? Ja, <laughs> ja, exact. Dat, dat is exact dat. Dat is, e e dat is eigenlijk perfecte ja, toe, Maar hij is, is toch. Ik heb een crush op hem, maar ik heb geen relatie met hem. Snap je? Mm, dat dat, ken dat, dat zijn de Charisma's. Ja, ik, ik snap het. Dat zijn de Charisma's. Ja, ja, ja. <laughs> ik heb er, ik heb er nog heel veel waar ik aan denk, maar als ik nu die beelden zie. Dan... Wifi. Zijn er, ah, we hebben er zoveel gemist, man? Dat is zoveel ja, maar veel ja. er niet bij geweest dat je denkt: van. Ah. Maar dat is ook omdat heel veel dingen zijn. En dat is bij zo'n speler. Heel veel dingen zijn ook gewoon niet bepaald doelpunt of zo. Het zijn gewoon acties. acties. Zijn, ja, zijn, ja je, je, je hebt zoveel YouTube-coms waar dat gewoon dribbels zijn van Cristiano. En hij scheurt backs. Maar echt scheuren. En, ja. en boys vallen op de grond. Zijn hamstring gescheurd. Lise uit de kom was dat kan. <laughs> ja, ik bedoel, dat is, dat is, dat is wel Cristiano Ronaldo. Maar... Ja, absoluut dat was hij ook in de Champions League. Hij was daar gewoon week in, week uit, ja zo, zo. een beetje een garantie op kwaliteit. Jij wist natuurlijk die boy gaat prikken. En dat is het, ja zoals je van je volgende elke competitie, maar Champions League, ja dan kon je wel nog zien, want dat kon je overal een beetje op tv kijken. En daar is dan natuurlijk de stage of ja, daar is dan het podium waar het moet gebeuren. Uh, en de eindigt die merk ik vijf Champions Leagues, dus dat bewijst natuurlijk wel. En zoals aan het begin van de episode topscorer alle tijd in de Champions League dat toont gewoon aan van hij heeft het echt wel bewezen en we kunnen vaak zeggen van ah maar het was in die competitie nee in de beste competitie op aarde heeft hij het gedaan en, en ja het brengt heel veel emoties terug van vroeger omdat ik ben Ronaldo van geworden nee sorry ik ben echt van geworden door Ronaldo en dat is gewoon dom hè? maar dat was gewoon ja je bent zeven acht jaar je wilt video's zien van iemand die dribbelt nou wie wil ik zijn het was eerst Ronaldinho maar dan heb je iemand een beetje jonger nee dan ik weet niet waarom en dan ja ik ben niet van geworden en dan is het ook zo gebleven en dat is natuurlijk veel pijn dat hij dan vertrekt naar Madrid maar je hebt hem ook wel want dat was zijn kinderdroom en dan begrijp je dat wel een beetje komt hij terug doet hij dat ook nu weer dus ja het zijn heel veel mooie herinneringen met Ronaldo uh, en het is jammer dat hij het wel niet afsluit in een Champions League denk je niet dat hij ze nog ergens één comeback gaat maken ah ik sluit het echt niet uit hij had zelf gezegd dat hij uh nog een jaartje of twee jaartjes zou willen doen. En dat hij dan ermee stopt, dus we waren rond zijn 40, 41ste. Maar dat hij niet meer terugkomt naar Europa. Dus het zal waarschijnlijk in Saudi-Arabië zijn. Maar ik hoop ergens dat hij terug naar Sporting Zou je het gaat. nog willen zien? Cristiano nog één keer in ja, de Ja, in league. Sporting. Also, echt een, een, een final, final last dance. Yeah. Want het was nu zo'n beetje een, een afscheid dat vrij onverwacht kwam. Geforceerd een beetje, zo. Het was ja. niet... Ja, het was de ja, wel wat op bij United, denk ik, op dat moment. Het was niet meer de, dezelfde Ronaldo. Het was de Ronaldo die... Ja, waar dat je eigenlijk mee moet rekening houden in je verdediging, omdat je, omdat je mijn man minder gaat verdedigen op, op heel veel uh, momenten, mm -hmm. niet altijd veel druk in je gaat zetten. Dus ik snap dat in het moderne Europese voetbal, als je echt top, top, top wil zijn, ja, dat je daar misschien minder een plaats had. Maar ik begrijp niet dat een ploeg als ander ligt. Ja, het eruit, hè, nee, nou, dat, je het dat. Je toch wat? Nee, je, wat? Ja, maar, maar, maar je weet toch, dat een andere... Ik zei dat passion. hè. <laughs> Cristiano, Cristiano in het, in het, in het, in het park. Maar Ja, oké, maar ik ben gewoon even aan het nadenken van een ploeg waar je hem zou kunnen droppen en dat je zou denken van bouw er gewoon nog iets rond. Anderlecht. Zo'n ploeg als, je weet Lyon. Anderlecht. zie ik echt niet. Ja, maar oké, maar Anderlecht. Wie is het Lyon van België? Van België, ja. Lyon, all-time champion in... Ja, die hebben zo acht keer op een rij kampioen gespeeld. Ik weet niet wat dat all Bayern, zijn, maar Lyon, Bayern, Ajax, Anderlecht. Samana, Roma ook zo. Nee, dus joh. Rome is een hm. saaie stad. Kom naar Brussel, man. Dat is een Wat? wel, maar dan, ik wel zo. Maar ik zou hem wel zo graag nog bij sporting zien. Om gewoon full circle te maken. Stoppen in Portugal. Ja, Beginnen waar zijn. het eindigt. Ze hebben toch al shirts gesponsord door Ronaldo. Dus ja, dat mag wel dat zo is... een mooie, ja, een mooie. Dat is ook zoiets. We hebben het over impact. Hij sponsort shirts. Hij speelt nog, hè? heeft hotels. Nee, ja, 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 maar waar zijn we zijn mee bezig eigenlijk. Ja, maar ja, maar nee, hij heeft dat het dat... speltje uitgespeeld. Als we zeggen van maximale branding is Ronaldo daar. Maximale bending. En dan heb ik een laatste vraag voor jullie. Ja. Want hij was de Massi TV in de Champions League. Ja. Wie zijn voor jullie de namen nu en de komende jaren? De Massi TV Boys. Nou, ik denk uh, Die ene in daar Mbappé. in Parijs. Hè, ja. Jammer genoeg. Kili-kili. En weet je weet wat grappig is. Dat is de invloed van. Ja. Cristiano. Cristiano. Hij zit hetzelfde dus. Maar Haaland ook, vind ik. Maar Haaland in de is, Champions League? Ja, maar ik denk daar. Als, als je Mbappé en Haaland fuseert, heb je Ronaldo eigenlijk. Maar dus ze zijn alle twee ge. Dat is de uitspraak. Ja, maar. Het is, is, het is ja, Maar we kijken het. Is, maar maar, 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 maar ja, het. Kijk, je ja, ja hebt, je maar. Geloven we hem omdat het... om hij een bril aan heeft? Of omdat hij. <laughs> <dat> hij... <laughs> Ik het, ja. nou, eh, eh, als, als je kijkt, Mbappé is de, de jonge Ronaldo, maar met zo de. De, de eerste dingen die hij zo in realiteit is ja. En als je gaat them kijken them. Naar, naar Haaland, is hij zo. De oude Ronaldo. Ja, de Adorno. Dus de als psychopaat. die twee fuseert, dan, ja. dan, dan, dan zit je er. Maar ik denk, ja, ik slecht, denk dat Mbappé inderdaad dichtste bij Ronaldo ja. komt. Maar Ridicere. als je uh, kijkt en je je ogen even dicht, is dat wel een beetje... we minder skills, vind ik. Ik denk dat we vandaag wel met een lijstje zitten... Ik denk eigenlijk dat we zelfs met vijf tot tien spelers zitten die we zouden kunnen opnoemen, waarvan we zeggen van, ah, de Champions League is het echt waard om te checken. Maar ik denk, ja, Mbappé is... Mbappé, speciaal. Bellingham... Bellingham Ja, Hij heeft die Starboy-dingen, man. Ja, je uit naar Hendrik, Jawel, Ze hebben die iets factor, maar... Mbappé heeft nog net meer die it, 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 it. Ja. Hij heeft die, ik ga het beslissen, wat Ronaldo een beetje had. Zo van, oké, okay, in één, minuut ik ga het beslissen. Hij kan dat doen. En als je kijkt naar skillset, eh, hij, heeft, hij heeft de versnelling, hij heeft ook trademark finishes een beetje. Mbappé ja. met die, hij komt naar binnen, naar de mm -hmm. hoek. Ja. Dus hij begint wel zo meer naar die Ronaldo te gaan. gaan. Denk ik denk gewoon, als hij daar, ik zeg niet dat hij vijf etappen moeten scoren, maar als hij er zo'n twee of drie scoort, weet je weet, dan ja, kopbal... kan wel, dat zijn kopbal... Als hij begint aan zijn kopbaldoelpunten, zie ik, zie ik hem gewoon echt als een tweede Ronaldo. Gewoon Bewegen en dat zie je ook wel. En hij is ook wel aan het scoren aan de lopende band in de Champions League. Ik hmm. denk dat zij de twee enigen zijn momenteel waarvan ik denk die kunnen de naar de gaan die. halen. Ja, sowieso, sowieso. Er is ook een nieuwe competitieformat ja. en al die zaken. Dus. Dat gaat ook wel een beetje meespelen. Ik denk dat daar ook kort wel wordt verbroken. Van Ronaldo 140. Maar hopelijk zo lang mogelijk toch? Ja, natuurlijk. Ik hoop dat je dat <laughs> een van de twee dat haalt. Maar ik denk wel dat Mbappé en Haaland de twee zijn die het wel doen. Maar zin. ik ben daar niet 100%, 100 zeker van eigenlijk. Want met die echt matchen, als je Real bent bijvoorbeeld. En je zegt van oké, okay, kijk, er zijn nu twee, met, twee, twee wedstrijden bijgekomen. Je zegt van oké, okay, op dat moment komen we uit tegen een of andere club uit Bulgarije of zo. Mm -hmm. ja, ik denk dat je daar ook meer een meer gaat beginnen zien. Ja, natuurlijk. Maar. Ik denk hoeveel dat zij nu scoren, ik denk dat Haaland nu ook al denk ik, aan 40 zit of zo. Ja, dat wel. Het is niet zo ver meer. Hè? Nee, maar ik denk dat hij te veel blessures heeft. Ja, staat. Haaland wel. Nee, dat weet ik. Want dan heb ik heb daar een heel goed debat mee gehad met Freddy. <laughs> maar ik denk wel dat spelers zijn die. Zeker voor uh, ik denk, duizend doelpunten die Ronaldo bijna heeft of gaat halen, Ja, daar gaat niemand mm. meer inhalen. Maar ik denk dat die Champions League-record wel mogelijk Want uh, voetballers beginnen gewoon veel vroeger al te scoren. Het feit dat wij zeggen: Ronaldo is pas begonnen op zijn 27 e carrière de Champions League. En hij komt er 140. Ja, dat zijn nog boys die er al 10 hebben na de zes wedstrijden. Dus mm. ik denk dat daar wel, dat dat wel kan, uh, verbroken kan kunnen worden. Maar ik denk, hij heeft iets neergezet. En het zou denk ik voor hem mooi zijn. Moest hij heel lang blijven staan. Um, want dat zou ook een beetje gelijk aan zijn carrière. Longevity, heel vroeg begonnen. Heel lang doorgegaan. Nog steeds bezig eigenlijk. Um, dat hij daar gewoon elk, zoveel mogelijk kort zou kunnen bijhouden. En ik denk dat daar een van. Die en Dan is het jammer dat ja, Messi dan echt ballon zit. Van... <laughs> het zou mooi geweest zijn dan moest het gewoon op 5-5 eindigen. Ik ben blij dat we deze episode kunnen afsluiten op het feit dat Messi nog steeds meer ballon is. Als nee, dat zou ik niet doen. Man. Want ik heb een heel uur mijn praise gegeven aan Cristiano. Maar uiteraard, Missy-fan of Ronaldo-fan, Ronaldo, Ronaldo. Ik zou nog Ronaldo. Brian, ik wil jullie bedanken. Arno, ik wil jullie bedanken. U. En uiteraard bedank ik de luisteraars, de kijkers en mijn familie die mij elke keer een beetje geld stuurt zodat ik altijd mooie creëren kan aandoen.